Peter, wat is jouw functie hier? Mijn functie is organisator van schoolvoetbal, Nieuwegein. En daarnaast ben ik penningmeester van de Stichting United Jeugd, die het organisatie uitvoert eigenlijk van schoolvoetbal Nieuwegein en andere sportprojecten binnen Nieuwegein. En wat doet United Jeugd? United Jeugd is opgericht om iedereen die jong is of jong van geest is te betrekken bij sportieve evenementen. Maar ook om ze te betrekken bij de samenleving, om dus jongeren van straat te houden en ja, een participatiemaatschappij en bijdrage aan te kunnen leveren. Ja. En is dat landelijk of regionaal? Nee, dit is in dit geval Nieuwegein. We kunnen eventueel uitstap maken naar omliggende gemeenten, maar de stichting focust zich puur op de gemeente Nieuwegein, op de sportverenigingen, op de scholen. Ja. En is het vandaag schoolvoetbal? Ja, vandaag hebben we de tweede ronde van schoolvoetbal. De finale ronde voor de jongens 11 tegen 11. 8 teams die de finale spelen. En de meisjes hebben we 17 teams van. En daar gaan ook finales uitkomen. En dan krijgen we een afvaardiging te maken. En wat valt er te winnen? Nou, sowieso is er een wisselbeker en natuurlijk voor de eerste drie teams een bokaal. En daarnaast gaat elke winnaar, van zowel jongens als meisjes, gaan naar een regiofinale van het district West 1. Voor welke school zijn jullie? Nou, de Montessori school De Vleugel. Wat denk je? Staan jullie hoog? Hebben jullie kans op de finale plek? Nou, zou kunnen. Want het vorig jaar hadden we niet echt goed en we hadden echt dit jaar niet verwacht dat we zo ver zouden komen. Het is gewoon leuk om al zo ver te komen. Het is gewoon ook leuk om mee te doen. Ja. Het gaat ons meer om de lol dan om het winnen. Het gaat ons meer om de plezier wat we hebben. Ja. Nou, Chalene, ik heb vernomen dat jullie meidenteam als eerste staan. Hoe hebben ze het gedaan? Ja, echt supergoed. Ik ben echt trots op mijn meiden. Ik had het niet verwacht, maar we zijn er wel. Hebben jullie vaker meegedaan? Nee, niet in ieder geval met mij. Ik weet niet. Maar wel een school. De jongens hebben vorige week gedaan. Die zijn helaas niet doorgekomen, maar ze het horen wij wel. Mevrouw de wethouder, waarom vindt u dit belangrijk, sport voor de kinderen? Nou, dat is ongelooflijk belangrijk, omdat kinderen moeten meer bewegen. We hebben hier bovengemiddeld dikke kinderen. Dat zal je hier niet zeggen hoor, want dat zie je niet zo heel erg. Maar het is wel zo. En bovendien is bewegen sowieso belangrijk. Want hoe meer je beweegt elke dag, dus niet alleen sporten bij de voetbalclub 2 of 3 keer per week, maar elke dag bewegen, hoe gezonder je oud kan worden. En dat is gewoon heel erg belangrijk, dat je altijd goed voelt, hè? Dat je fit voelt. Wat vindt u van dit toernooi tot nu toe? Ja, geweldig. Hè? Er doen ongeveer 500 kinderen mee. Nou, wat ik al aangaf, dat is al hartstikke belangrijk. Maar volgens mij zijn er ook heel veel volwassenen bij betrokken om dit mogelijk te maken. Dus complimenten aan iedereen. En beter kan niet, hè, met dit weer. En wat vindt u ervan, dit mooie toernooi op een geweldige dag? Nou, sowieso is het natuurlijk prachtig weer. Maar om hier 500 kinderen bij elkaar te zien, 17 scholen, 37 teams. Dat is een hele prestatie. Ik vind het echt geweldig leuk.